Hallo lieve en beste kijkers. Welkom bij deze aflevering van Starbound, aflevering 5. En ik lig heel eventjes te rusten in mijn bed, eventjes bij te komen. Even mijn health regeneraten, zoals dat heet. En ik heb nog wat iron en nog wat koper en nog wat kool gevonden op de weg terug naar huis. Dus ik zal jullie dat zo meteen laten zien. En ik heb ook iets anders interessants gevonden. Dat zat in een kist, in een schatkist. En ik weet niet zo goed wat het is. Ik zal even mijn inventory openen. Dit is het. Een Energy Dash Blueprint. Unlocks the Energy Dash Crafting Schematic. Ik weet niet precies waar we hier moeten. Ik ga ervan uit dat het iets te doen heeft met naar ons ruimteschip gaan. Dus ik zeg laten we dat snel gaan doen. Ik heb 25 coal, 5 koper en 75 iron. Dat kunnen we allemaal gaan smelten hier in ons huisje. Maar eerst heel eventjes naar mijn... even uit ons huisje. En dan laten we eventjes naar boven zappen. Naar ons ruimteschip, de SSC Jason. Oké, we zijn hier en dus... Hey, wat is dat? Wat krijgen we nou? U heeft 1 nieuw bericht. Wat is dit? Een nieuw bericht? Heb ik eindelijk met iemand contact kunnen maken? Dit steun. Piloot van het ruimteschip De Vlieg. Als iemand dit hoort, kom me dan helpen. Ik heb mijn coördinaat toegevoegd aan dit bericht. Kom mij alsjeblieft redden. Alsjeblieft. Wow. Oké. Een tuin en zijn ruimteschip heet De Vlieg? Interessant. Dus blijkt dus dat er iemand in onze buurt is, in dit sterrenstelsel. Hij is hier ergens in de buurt en we moeten naar hem toe. We moeten hem helpen. Hij heeft hulp nodig, zei hij. Misschien is hij net als ik gestrand zonder brandstof. Nou ja, ik heb nu wel brandstof. Ik heb 25 kool. Dus ik zeg, laten we dat in de brandstofmachine gooien. Werkt dat zo? Fuel? 50 fuel. Is dat genoeg om ons naar die teun te brengen? Oké, en we gaan op naar teun. Ik heb eindelijk de plek gevonden waar zijn coördinaten waren. Teun, vrees niet jongen. Ik kom eraan. Ik kom je helpen. Zo snel mogelijk. Oké, ik ben al uren aan het reizen. Als het goed is moet ik in de buurt komen van waar dit bericht vandaan kwam. Ik weet niet precies wie het is. Hij noemde zichzelf Teun, maar ik heb echt geen idee. Zijn ruimteschip, hij heeft waarschijnlijk net als ik brandstof nodig voor zijn ruimteschip. Nou, ik denk dat we er wel snel zullen zijn nu. Ik zie daar in de verte een planeet al aankomen. Ik ben benieuwd hoe die planeet eruit ziet. Ziet hij eruit als de planeet waar ik net op was? Of is die totaal anders? Oh, we komen tot een stilstand. Oh, we gaan draaien zie ik. Oh, een roze planeet. Oh nee, dacht, dat is de maan. De planeet is rood. Met blauw water, denk ik. Oké, cool. Nou, Teun moet hier dus ergens zijn. Ik zal even mijn hut erbij pakken. En we gaan dus eventjes kijken of we hem kunnen vinden. We laten snel alles liggen en we gaan dus nu hier naar beneden beamen. Let's go! Hey, ben jij degene die mij komt helpen? Jij bent Teun, of niet? Ik zie het aan je. Ja! Jij bent... Oh jongens, dit is Teun van het kanaal Ik Kan Vliegen en hij komt vandaag met mij Starbound spelen. Sowieso. Jij bent hier dus ook gestrand met je schip, begrijp ik? Ja, dat zie je. We moeten brandstof hebben. Jij hebt nog helemaal niks, hè? Geen items of iets. Nee, ik heb ook niet mijn items. Nee, oh, die moet je even snel gaan halen naar je schip. Wacht. Voordat je weggaat. Ik ben achtergekomen dat we kunnen... Ik weet alleen niet hoe, maar we kunnen gaan teamen of zo. We kunnen in een party. Ja. What do you build me up? Yellow flower of unknown species. Hoe doe je dit? Even kijken. Ik druk op allerlei knopjes. Nou ja, zoek jij de fouten, ga ik eventjes goed, spulletjes halen. Ga maar eventjes je spulletjes halen. Jij gaat naar je eigen ruimteschip toe. Als we gaan... Oeh, ik zie onze eerste alien hier. Oh, nice. Dat ziet er wel gevaarlijk uit. Oh, hij is gevaarlijk. Oh, nee. Oh, hij is nog alleen. Kom je redden. Kom me helpen. Oh, hij is dood. Oké, nice. Oké, ik moet die party echt even weten hoe we dat moeten doen. Ja, dat is wel fijn, hè? Kunnen we quest share en zo. Wow, wat kreeg ik? Wat kreeg je? Oh, ik kan shit weggooien. Ja, met E, met Q, toch? Holy shit, veel meer monsters. Zijn die aardig? Die zwarte zijn aardig, niet aanvallen. Nee! Already busy. Oh, ja, oké, dus. Ik heb mijn spullen trouwens van mijn planeet meegenomen, dus ik heb een boog, kijk. Die zullen we voor jou ook eventjes snel maken. Ik heb genoeg shit om het te maken.
Oh, ik moet alleen wel even een crafting table maken, want ik heb alles thuis gelaten. Ik ben zo snel mogelijk komen redden. Ah, shit. Oké. We moeten eventjes deze plantjes naar beneden hakken. De plant fiber. Hiermee kunnen we dus een boog maken. Oké. En wat heb jij nu in je handen? Een soort axe of zo? Een axe, ja. Ik zal het voor jou zo meteen allemaal maken. Zullen we een huisje bouwen? Een klein huisje. Simpel. Ja, is goed. Dat lijkt me een goed idee. Even een mooie plek vinden. Dus laten we nog even verder naar links lopen. Oh. Ah, hij is zo snel. Niet tante. Ja. Oh. Wat is dit? Is toch iron? Dat is een goeie. Ik weet niet wat het is. Ik heb een pickaxe. Wacht. Mijn pickaxe is... Doe jij het maar. Ik ben al bezig dus. Ik denk dat het koper is, maar het ziet er niet koperachtig uit. Maar ik denk dat het wel is, want het komt het dichtst bij koper. We gaan het zien. En het is copper ore. Ja, zie je, ik had gelijk. Nice. Okay. Die boom. Die is die is staal, lijkt het haast wel. Kunnen we die wel omhakken? Ik hoop het. Oh, deze wordt bij ons, hè? Hij is vriendelijk. Je hebt vriendelijke aliens natuurlijk. We hebben vlees. Nice. Mooi. Je hebt vlees. Nice. Oké. Okay. Ik ga even deze boom omhakken. Hij werkt gewoon met een axe. Oh, er komt ook gewoon hout uit. Ja, pak jij maar wat hout op. Jij moet ook wat hebben. Oké, hak jij de volgende boom erom. Oeh, zijn die vriendelijk? Oh, nee, die zijn niet vriendelijk. Ja, red dat. Dat red ik ook wel. Het zijn level 2 beesten. Kom maar. Ik weet niet, maar kan jij deze boom niet beter omhakken? Want ik doe er echt een eeuwigheid over. Oké. Ik kom je wel eventjes redden. Kapitein Shorts to the rescue. Bam, bam. Nice. Oh, hier zijn trouwens pixels. Deze kleine capsules, zie je die hier? Zeg maar zo op de grond. Ja. Als je die kapot maakt, dan krijg je pixels. 6 pixels. Hoeveel heb je nu in totaal? Moet je even rechts bovenin kijken. 96. Ik heb er 531. Wauw. Ho. Ja, hij is dood. Oké, mooi. We moeten nog steeds een goed plekje vinden voor onze spullen. In het begin vond ik wel op zich al mooi, want die was lekker vlak. Maar hier ligt eigenlijk wel, hè? Ja. Nee, wacht, wat is dit? Is dit een zaadje die we op kunnen pakken? Ja. We moeten dit even pakken. Zie je die plantje in de grond hier? Ja, die zie ik. Oh nee, ik pak hem wel even. Ik moet even deze koper aan het fixen. Want we hebben natuurlijk eten nodig. Oh ja, jij pakt die koper wel. Ja, dit is inderdaad niet vlak genoeg. Zullen we even terug gaan zo meteen naar de spawn? Ja, helemaal goed, Ray. Is jij die even dood? Die dood ik even. Zou ook die koper onder jou weggehaald, Daro? Ja, ik zag het niet eens. Goed zo, oké. Ik heb ook trouwens nog heel veel iron, dus we kunnen iron maken. Oh, maar jij haalt gewoon 6 blokjes per keer weg. Ja, 9 zelfs. 3x3. Oh. Maar soms, zeg maar, als je niks raakt, dan lijkt het minder. Maar ik heb dus heel veel iron en ook nog wel wat koper. Ik weet niet precies hoeveel ik er nu heb. Ik zal zo even kijken voor je. Ja, gaan we zo even checken. Nou, je bent nog steeds bezig met dat ene blokje. Ja, het is echt heel triest. Ah, dank je. En uiteindelijk heb ik het afgepakt van je. Ja, boeien. Okay. Oh. Ik zag een vogel daarboven. Oh, hoort die bij ons of... Weet ik niet. Boeien, we gaan gewoon door. Woet woet. Oké, een hunting bow voor jou. Jij moet nog echt van alle tools. Je kan ook nieuwe zwaarden maken zo. Oh, maar, cool. Ik weet niet hoe. Hier? Of niet? Nee, iets verder misschien nog. Het is allemaal zo nieuw nog deze game. Ook voor ons allebei, dus... Ja, precies. Dus zeg. Ik weet nog lang niet wat je hier allemaal kan doen. Oh, ik weet alleen dat we hele rare aliens hebben hier zo. Dit zijn een soort acorns. Of niet? Op de... Lijkt het wel op. Oké, we gaan weer terug. Trouwens, je vraagt je misschien af wat ik heb, Teun. Ik heb koper armor aan. Zie je? Ik heb dat bronzen op mijn borst. Ja. Dat is koper armor, dus ik ben iets sterker, zeg maar. Maar ik ga toch bijna dood. Ik moet dat even bandage. Wat is het dan? Een soort ketting of iets? Of zo? Nee, het is gewoon echt, zeg maar, een chestplate, zoals dat heet, toch? Oké. Cool. Oké, ik denk dat hier een mooie plek is. Al die is heeft lekker weg vlak. Dan deze shit. Anders doe ik niet. Ja, maar. Oké, wacht. Als jij... Ik ben 6 jaar bezig daarmee. Grappig, we kunnen iets leuks gaan doen. We kunnen een grappige grondkleur maken. Want ik heb trouwens dirt uit mijn eigen planeet meegenomen. En die is groen. En jij hebt hier rode dirt. Oh, dat is wel cool. Ziet er wel grappig uit als we dat gewoon zo... Als we het even wil... Neerleggen. Oké. Ja, maar je haalt deze niet weg, zeg maar. Ja, die moet ik wel even doen, hè. Ja, ik zie het. Dat geluid? Weet ik niet. De alarm? Oh shit, dat ben ik. Ik moet eten. Nee! Ik heb honger! Hoe dan? Shit! Nee, wacht. Hoe moet je eten? Ja, ik heb een furnace nodig. Oké, eerst moet ik een crafting table hebben. Ik moet even craften. Wacht even. Holy shit, die herrie. Waar kan je überhaupt zien dat je moet eten? Ik weet het niet. Onderin zie je ze mijn bar. Volgens mij ben ik dat, toch? Ik weet het niet. Ik denk dat ik het ben. Ja, ik zie die bar niet, dus dat zal jij het wel zijn. Oké, ik heb genoeg voor een crafting table. Ik heb een crafting table gemaakt. Ik heb ook mijn eerste quest complete, want ik krijg de nieuwe, zeg maar, de quest weer opnieuw als ik een andere wereld join. Oké, ik moet heel even snel dit fixen. Craft. Zet neer. Waarom kan ik het niet neerzetten? Oh, ik kan het wel hierop neerzetten, maar niet hierop. Je moet even de rest opvullen.
Dit is raar. Oké. Okay. Ja, ik heb even een crafting table neergezet. Oké, nu moet ik een campfire maken. Oh, die kan ik ook maken. Ja, maar ik... Oh, ik kan een hunting bow maken. Nice. Kan je een hunting bow maken? Moet je even doen. Hunting bow 1, ja, ik heb hem. Oké, ik heb even boven dit kampvuur ben ik... Oh, hoeveel van die pijlen heb je? Oneindig? Oneindig. Oneindig veel pijlen. Oh, dit ding is leuk, man. Dat is leuk, inderdaad. Oké, ik heb... Woehoe! Ik hoop dat ik nu genoeg... Haha, kill the shores. Oh. Nee, niet doen. Dat kan niet. Gelukkig. Oh. Oké, ik ga even eten. Zo, het is nice. Oh, ik heb ook nog eten. Hoe moet ik dat bakken? Hier op E drukken. Ja. Hier, als je bij de crafting table staat, zie je? Ja, ja. We nemen en dan gewoon in die cookding slepen. Cookding. Cook, oh daar. Ja. Oké, ik moet ook even bandages eten, zoals je ziet. Dit kan je maken van vines. En dan krijg je dus levens erbij. Zoals je ziet, zie je al die rode plusjes bij mijn hoofd. Ja, ik zie dat. Oké, dat is nice. Heb je ook nog wat van die dingen voor mij? Want dan kan ik me zo spelen. Ja, ik drop wel wat shit voor je. Oh ja, dan pak ze allemaal maar, boeien. Ik heb ze allemaal gedropt. Heel veel heb ik er. Oké, het ziet er nou uit dat ik niet op jouw grond kan bouwen of zo. Oh. Hij viel aan en hij is weer gestopt met aanvallen. En hoe gebruik je mijn linkerknop? Waarom kan ik eigenlijk niet op jouw grond bouwen? I don't know. Apart. Waarschijnlijk moeten we dan eerst een party zijn. Ja, ik denk het ook. Maar ja, hoe? Oké, nou, ik weet het niet. We gaan eventjes gewoon... Heb je veel hout? Je moet even al het hout ombouwen met crafting dinges. Oké. Al het hout ombouwen. Zie je, als je op C drukt, dan zie je wooden planks. Dat moet je hebben. Je moet gewoon heel veel wooden planks. Dan zie je onderin keer 1. Maar dan ik moet zie je dan geen wooden planks staan. Als je op C drukt, hè? C? C, van craften. Oh, oké. Ja, dat kon ook gewoon met E op de ding. Oh. Wooden planks. Ik heb hem. Ja, je kan ook altijd typen bij search. Als je wil weten waar iets staat. Keer 6 of zo. Ja, doe maar iets wat je alle wood wat je, dat je hebt. Oké, nu gaan we hier een huisje plaatsen. Gewoon één muurtje zo, even shift ingedrukt houden. Om ja, ik moet even in mijn items moet ik dat veranderen, dat ik mijn planks in mijn... op 7 heb, zeg maar. Oké, ja, we maken hem helemaal door tot aan, tot over dit dirt heen, wat ik geplaatst heb hier ergens. Maak hem maar door tot hier. Oh ja, ik kan hier niet plaatsen, wat raar is. Hier kan ik wel plaatsen. Oké, en nu de achtergrond opvullen door op rechter muisknop te klikken. Zie je? Oh ja. En dan gewoon zo slepen. Kijk, en dan doe ik wel hier. Ja, dat werkt iets anders, zeg maar, dan dat ik gewend ben. Juist. Oh nee, wacht, ik kan het daar niet oh, doen. Oh, ik ben al door mijn hout heen. Oké, wacht, ja, ik doe de rest wel. Zo, en dat zo. Dat kost veel meer hout, toch, die achtergrond, als het goed is? Ik weet het niet, ik hoop het niet, maar ik heb het niet goed bekeken. Je bent checken. Ja, want jij bent wel een Terraria-expert, toch, of niet? Ja, dat wel. Precies. Dat is wel handig om die bij me te hebben hier. Oké, ja, even kijken. Nee, gewoon 4 hout, zeg maar. Omdat het 4x4 is. Of 2x2. Oh, oké. Okay. Bij Terraria kost het veel meer hout, zeg maar, die achtergrond. Ja? Ja, echt insane. Dus echt in 2 dingen weer onderheen, zeg maar. Dat is echt kapot irritant, maar oké. Dat is niet zo chill, inderdaad. Nee. Oké. Ik heb hem bijna. Oh, en dan hebben we... Nee, ik heb niet genoeg. Oh, nee. Shit. Oké, we hebben een heel mooi gat in onze... Oh, nee, wacht, ik heb nog heel veel planken. Ik moet alleen even... Of ik bedoel, ik heb nog heel veel hout. Ik moet alleen nog even planken maken. Oh, wij fixen die shit wel even. Oh, we hebben alleen geen deur. We hebben geen deur, jongens. Ja, maar maak jij even een gat in de muur voor een deur. Het moet 4 hoog zijn. En gewoon 1 balkje 4 hoog, zeg maar. Ja, dat snap ik. Oké. Want als persoon ben je 4 of 3 hoog? Volgens mij 4, ja. Net 4. Ja, oké. Ja, bij Terraria is dat 3, zeg maar. Oké, ik heb geen deur, dus ik moet het gaan craften bij de crafting table. Craft, een wooden door, hier. Craft. Oké, en eigenlijk moeten we ook nog aan de andere kant een deur maken, maar... je moet even de dirt verwijderen, dat doe ik wel. Kan jij even die ene laag dirt verwijderen? Dat groene stukje? Ja. Oké, en dan plaatsen we de deur en dan is ons eerste huisje gebouwd. Oh, wacht, even nog mooi afmaken. Hier in de achtergrond ook nog wat hout. Zo, ons eerste huisje is klaar, denk ik. Oh, we hebben wel even torches nodig. Want het wordt wel heel erg donker nu. Het wordt nacht. Je hebt trouwens wel echt een mooie maan, ouwe. Ja, dat is echt fucking ziek. Oké, we plaatsen hier een torch. En hier.
En hier. En nou hebben we het eerste huisje klaar. En we gaan in de volgende aflevering verder. Teun, heel erg bedankt voor het bij zijn bij deze aflevering. Ja, en dan zeg ik, like deze aflevering als je leuk vond. En ik zie jullie in de volgende video. Doei doei. Doei.